Hi, ik ben Wessel, de regisseur van deze film. En voor deze film wilde ik eigenlijk heel graag met een acteur samenwerken. Maar die was dood. Alleen wonder boven wonder is het ons toch nog gelukt om hem te vinden. Mark, zou jij plaats kunnen nemen en vertellen wat je vandaag gaat doen? Hey, goedemorgen, maar natuurlijk. Zou je iets naar voren kunnen komen? Yes. Perfect. And the floor is yours. Nou, ik ben Mark en zoals jullie kunnen zien zijn we vandaag op de set van Een Klein Verhaal. Ik speel de geest van Rune vandaag. Mark. Oh, ja. De film. Oh, chips, natuurlijk. Laten we beginnen bij de cast. Vandaag als figurant. Zet houdt in dat ik in de kerkbank plaats moest nemen als een van de aanwezigen bij de uitvaart. Onze taak hier is vooral stil. Even testen hoor. Stilzitten en luisteren. Ja, en opvulling zijn voor de film, zodat niet alleen de hoofdrolspeelsters in beeld zijn. Ik ben Francis Cox, ik ben acteur, ik speel de rol van Pastoor. Kiele, 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 kiele. In ieder geval, hier is Wessel instructies aan het geven over mijn scène voor de figuranten. En hier legt hij uit hoe we het alarm weer uitkrijgen. En hier doet Wessel even het alarm hiervoor. Nou, fantastisch. De geluidsopname te verzorgen, dus ik zender de acteurs. Ik zorg dat ze goed verstaanbaar zijn. Oeh, sorry. En ik heb een microfoon op mijn boom, waar ik mee rondloop en probeer de dialoog zo goed mogelijk te vangen. Maar Mark, waar gaat de film nou precies over? Oh ja, wat een goede vraag. Daarvoor schakelen we even over naar de productie. De film gaat over een begrafenis die gaande is. En midden tijdens de begrafenis gaat de rookmelder af die in de nok van het plafond zit. En ja, dat zorgt voor allerlei opschudding. We gaan weer draaien. Ik ben de gaffer van deze film en dat houdt in dat... Ja, dat ik het licht doe van deze film, alle lampen op zijn plek zet en mooi licht probeer te maken voor alle shots die Sean maakt. We zijn hier dus in een prachtige kerk met verhalen over het begin, het einde. Het is nu niet alleen het einde van de video, maar ook van Felicia. Die, zoals u kunt zien, mij komt vergezellen in de geestenwereld. Tot ziens!